Welkom bij WoVar. In deze video gaan we een plantenbak bouwen met behulp van onze plantenbakframes. De plantenbakframes van WoVar zijn gemaakt van ijzersterk verzinkt staal. Deze variant die we gaan gebruiken vandaag is 58 cm hoog. Een plantenbakframe set bestaat altijd uit 4 stuks. Door de dikte van 2 mm zijn deze hoeken extreem sterk en kunnen een grote lading grond houden. Zoals u kunt zien hebben de hoeken van de plantenbakframes extreem veel montagegaten. Dit maakt de hoeken universeel. Hierdoor is het namelijk mogelijk om met heel veel verschillende plankbreedtes te werken. We gaan vandaag een plantenbak maken met behulp van larixhout. Larixhout in de vorm van rabatdelen. Nou, het voordeel van rabatdelen is dat je altijd hebt te maken met een veer en een groef. Hierdoor krijg je eigenlijk van de buitenkant een dichte plantenbak. We beginnen altijd met de bovenkant. Omdat het belangrijk is dat de bovenkant recht is, hebben we deze even recht gezaagd. En deze gaan we dan gelijk houden met de bovenkant van het hoekframe. We gaan nu beginnen met het vastschroeven van de bovenste plank. Het hoekgedeelte hou ik recht met de zijkant en de bovenkant. Zo kan ik van deze kant namelijk nog een plank vastschroeven en van de bovenkant eventueel ook nog. Voor het vastschroeven van de plantenbakframes aan het hout gebruiken wij in dit geval verzinkte schroeven 4x16 mm. Afhankelijk van de plankdikte kunt u natuurlijk een geschikte lengte schroeven kiezen. Omdat het larixhout is, is het niet nodig om voor te boren. We hebben nu de eerste plank aan de twee hoekprofielen vastgeschroefd. We gaan nu verder werken naar beneden. Dan hebben we de eerste wand klaar. Dan gaan we de tweede wand maken. En vervolgens schroeven we deze twee wanden aan elkaar van de zijkanten. We zien dat er nu nog een beetje hoekprofiel uitsteekt. We kunnen nu twee dingen doen. We kunnen het hoekprofiel afslijpen of we kunnen nog de onderste plank op maat zagen. Nou, wij hebben gekozen voor het laatste. Deze plaatsen we hier. We hebben nu de planken op de plek waar we ze willen. Draaien we nu het paneel om en gaan we ze via de binnenkant vastschroeven. Om er zeker van te zijn dat de planken mooi recht onder elkaar liggen, maken we even gebruik van een rechte lat. Die drukken we aan beide kanten er tegenaan, zodat we zeker weten dat we een mooie strakke hoek hebben. We hebben nu twee zijpanelen af van de plantenbak. We gaan nu de twee zijpanelen aan elkaar verbinden. We hebben even gezorgd voor een rechte ondergrond. Dan pakken we de zijpanelen, die plaatsen op de kop. Zodat die mooi recht loopt met de zijplank. Gaan we ze even bijstellen, vastschroeven en dan werken we weer van boven naar beneden. We gaan nu beginnen aan de vierde en tevens laatste wand van deze plantenbak. Zoals u kunt zien staat hij nu eigenlijk op de kop, omdat hij hier wat uitsteekt. We gaan weer precies hetzelfde doen als bij deze wand. We beginnen aan de bovenkant van de plantenbak, maar op de kop, op een rechte ondergrond en gaan dan zo omhoog. Dan zijn we nu aangekomen bij de laatste zijplank. Hebben we mooi afgezaagd, dus die past precies. En dan gaan we verder met de binnenkant. We hebben nu alle wanden vastgeschroefd aan de hoekprofielen. Mocht u uw plantenbak van Larix Douglashout nog extra willen beschermen voor een langere levensduur, dan is dit het juiste moment om te bijtsen voordat we hem verder gaan afwerken aan de binnenkant en aan de buitenkant. We raden aan om de Douglas bijts van het merk Bijts met een Z te gebruiken. Het is een zeer goede bijts en zorgt voor een uitstekende houtbescherming. En met bijts zeggen ze namelijk hout, houdt mooi. We gaan nu de bodem monteren van de plantenbak. Dit doen we met behulp van deze balkjes. We hebben twee balkjes gemaakt. Die schroeven we op de lange zijdes van de plantenbak. En vervolgens maken we daar vanaf de binnenkant latjes aan vast. Mocht u nou niet de hele plantenbak willen gebruiken, dan is het natuurlijk ook mogelijk om de houten balkjes in het midden van de plantenbak te monteren. Dan hoeft u hem niet helemaal te vullen met grond. Wij kiezen ervoor om de bodem
balkjes gelijk te laten lopen met de onderkant van de plantenframe. En we schroeven deze vast met een 4x60 mm schroef. Dat doen we uiteraard vanaf de binnenkant, zodat je aan de buitenkant geen schroeven ziet. Wilt u de plantenbak nou makkelijk verplaatsen wanneer u deze hebt volgestopt met grond? Dan raden wij aan zwenkwieltjes bij te bestellen. Deze monteert u eenvoudig aan de bolk die we net hebben gemonteerd. Super eenvoudig om te doen, super eenvoudig om mee te bestellen, waardoor u eenvoudig de plantenbak kunt verplaatsen. Na het monteren van de zwenkwieltjes draaien we de plantenbak even om. Omdat de plantenbak best zwaar is, hebben we hier even een collega voor gevraagd om te helpen. Zodat de plantenbak niet beschadigt. Dan gaan we nu met simpele Larix Douglas planken een bodem maken. We zorgen ervoor dat de planken niet strak tegen elkaar aankomen, maar een beetje tussenruimte hebben, zodat water, hemelwater, wat in de plantenbak komt, eenvoudig afgevoerd kan worden. Vervolgens schroeven we de bodem vast aan de balk die we aan de zijkant hebben bevestigd, met weer 4x60 mm spaanplaatschroeven. We zijn nu bijna klaar met de plantenbak. We gaan nu de bovenkant nog even afwerken met zogenaamde hoeklatten. Deze hebben we in verstek gezaagd, zodat ze mooi aansluiten in de hoeken. De plantenbak is nu eigenlijk zo goed als af. Omdat wij het mooi zouden vinden om de hoeken af te werken met een zwart aluminium profiel, hebben wij deze erbij gepakt en op maat gezaagd. Deze gaan we vastmaken met behulp van onze high-tech kit. U zult zien dat u dan een mooie strakke afwerking krijgt van de plantenbak. Dit is natuurlijk niet nodig als u dat zelf niet mooier vindt. En dan kunt u hem gewoon zo gebruiken. Bij onze high-tech kit krijgt u een tuitje met een zogenaamd veetje. Het is belangrijk dat het veetje de ondergrond raakt, zodat u een mooie strakke lijn krijgt. Dit doen we ook even op de andere zijde van het hoekprofiel. We hebben zojuist aluminiumhoek geplaatst met behulp van onze high-tech kit. Zoals u ziet, ziet het er super strak uit. We gaan het nu straks ook bij onze overige drie hoeken doen. Bent u nou benieuwd hoe u worteldoek plaatst? Bekijk dan onze video over het plaatsen van worteldoek voor meer tips. Dit was onze video over het maken van een plantenbak met behulp van onze plantenbakframes. Wilt u nou meer weten of bestellen? Ga dan naar wova.nl en zoek op plantenbakframes. En onthoud, WOFA bevestigt het keer op keer.